Ja, hallo allemaal. Ik ben hier omdat het eigenlijk tijd is voor een feestje, want de ROM Utrecht Region bestaat 1 jaar. En niet alleen bestaan we 1 jaar, we hebben vandaag ook ons eerste jaarverslag uitgebracht. Het jaarverslag over het jaar 2020. Een vreemd jaar, een coronajaar, waarin heel veel ondernemers het ook lastig hebben gehad. En waar wij ontzettend blij zijn dat we heel veel ondernemers hebben kunnen helpen in 2020. We hebben zo'n bijna 100 ondernemers kunnen helpen, start-ups, innovatief MKB met een corona-overbruggingslening. En hebben zo'n 20 miljoen euro in de regio geïnvesteerd. We zijn ook blij dat er ontzettend veel bedrijven toch afgelopen jaar in coronatijd zich hebben willen vestigen in Utrecht Region. Met zo'n 20 bedrijven, met zo'n 700 arbeidsplaatsen die gewoon naar de regio zijn gekomen. En we zijn blij dat we in 2020 steeds zichtbaarder zijn geworden. Dat u, ondernemers, soms ook bestuurders, ons steeds beter heeft kunnen vinden. En we zijn blij omdat we in 2020 een organisatie zijn geworden. We zijn bestaan, we hebben opgebouwd, we hebben steeds meer mensen. Leuke, goede professionals in dienst. Dus het is tijd voor een feestje. En als je natuurlijk terugkijkt, dan kijk je ook een beetje vooruit. Want we gaan naar 2021. En in 2021 hopen we echt een topjaar van te maken. Voor alle ondernemers. 2020 was een lastig jaar. 2021 jaar, laten we daar met elkaar een mooi jaar van maken. En ook voor de ROM ziet het er goed uit. We zien een mooie investeringsportefeuille ontstaan bij de ROM. We zien dat heel veel bedrijven naar de regio willen komen. En bedrijven die niet alleen goed zijn voor werkgelegenheid, maar ook de bestaande bedrijven versterken. Steeds sterkere ecosystemen die we met elkaar aan het maken zijn. We zijn met goede dingen bezig en ik wil u vragen, u alle ondernemers, van, nou, als u nog niet weet wat de ROM is en denkt van wat kan die club voor u bij mij betekenen, neem contact op, bel ons, mail ons en laten we er een steeds mooie regio van maken. Bedankt en ik hoop dat u ons jaarverslag even doorleest. Thanks.